Microalgae are unicellular, very small plants, and they live in water. They can live in seawater, and they produce proteins, and they produce fats, and they produce pigments. And we can use that as a source for all kinds of applications in food and in feed and in energy. We are here at Barcadera, and it's a collaboration at this moment with the water and energiebedrijf Bonaire. And we are going to use here a space to start our first activities in the laboratory. So on a location like Bonaire, on an island where there's a lot of sunlight and there's a lot of seawater, that's a fantastic opportunity to try to grow microalgae. Octa initiated this project, so Octa put the request and agreed that innovation is future for all islands. Not only going from beautiful nature and diving and tourism, but also to having economy and to go to this circular and sustainable economy. To keep kids on island, not having brain drain, but also for long life learning. Because that is one of the biggest issues in all islands. Capacity building, training, education, and keeping knowledge, keeping creativity on island. Op de eerste plaats is het van belang, omdat we als web onszelf moeten oriënteren op een veranderende energiemarkt. We zijn als web bezig met de ontwikkeling van een meer schonere energieopwekking, sustainable, duurzaamheid, groen ondernemen. En in het kader daarvan is het voor ons belangrijk dat we bijdragen aan de ontwikkeling, aan de mogelijke ontwikkeling van een biofuel die we later op Bonaire kunnen gebruiken. TUI doet mee aan het algenproject van Wageningen Universiteit, omdat wij als werelds grootste reisbedrijf er alles aan willen doen om zo min mogelijk CO2-uitstoot te produceren. We vliegen naar alle mooie bestemmingen van deze wereld en daarom investeren we in zuinigere vliegtuigen, maar investeren we ook in onderzoek naar een andere brandstof, een duurzamere brandstof. Ik denk dat elk gedegen onderzoek naar alternatieve brandstof, hè, naar duurzame sustainable aviation fuel, want het gaat natuurlijk om brandstof voor vliegtuigen in ons geval, dat van harte gesteund moet worden. Ik denk dat alle duurzame oplossingen voor energie het verdienen om gesteund te worden. Het is heel erg 5 voor 12, denk ik. En ik denk dat het goed is dat hoe eerder daar meer onderzoek naar komt en grotere stappen gezet kunnen worden, hoe dichter we bij een andere oplossing komen. En we zijn heel blij om daar als TUI aan bij te dragen. First of all, our collaboration also started with based on questions from TUI and from the OLB in Bonaire to be more independent from energy sources on Bonaire. Well, the lipids in microalgae can be used to produce a fuel from. So you can make a sustainable fuel, a sustainable gasoline from microalgae. So that's one of the applications. On the other hand, the fact that they origin proteins and lipids also means that you can use it as a feed source, for example, for the goats on the island, or as a feed source to culture fish. Il progetto di microalga è uno che passa giustamente in direzione con noi come Bonaire che va, così da provare una destinazione blu, una destinazione che mira naturalezza, medio ambiente e anche sostenibilità, è una parte molto importante. E come mi rivedo per il futuro, mi spero che in futuro il progetto abbia un esito rotondo che mira il nostro prodotto. Hopi di alga, microalga qui, che si non può fare biofuel, cumina per bestia e anche addizione di cumina per gente e anche tutti gli altri prodotti che derivano fuori di microalga e non può essere in Bonaire in maniera responsabile, in maniera limpia, in maniera sostenibile.